Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is tijd om mijn favoriete producten van oktober te laten zien. Die maand is weer zo hard voorbij gegaan en mijn mandje zit vrij vol. Ik vind het gewoon zo'n gekke gewaarwording dat we alweer richting het einde van het jaar gaan, zeg maar. Maar goed, we hebben nog 2 maanden voor de boek natuurlijk. En ik ga dus mijn favoriete producten laten zien van oktober. Dus mocht je benieuwd zijn wat er in dit volle mandje allemaal zit, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een smoothing lip scrub uit de Lip Love in Lijn van Catrice. Hij heeft de naam 01 Soft Sweetie gekregen. En dit is dus gewoon een scrub voor de lippen. Ik hou daar zelf heel erg van. Mijn lippen die voelen echt ook vooral als we de koudere tijden ingaan heel droog aan. En het is dus eigenlijk gewoon zo'n lip scrub. Ik weet niet of jullie de deeltjes goed kunnen zien. Ik denk niet dat hij dat heel goed weergeeft. Er zit ook zo'n klein laagje op. Dus als je hem voor het eerst gaat aanbrengen, dan heb je niet meteen... Hij ruikt zo lekker ook echt. Dan heb je niet meteen zeg maar dat je... De scrubdeeltjes tevoorschijn krijgt. Je moet er even een paar keer overheen gaan en dan komen de scrubdeeltjes tevoorschijn. Ik kan de geur niet helemaal goed thuisbrengen. Ja, hij ruikt heel erg lekker, maar er staat ook niet zo heel veel informatie over op. Ik ga even kijken of er iets meer op staat. Er zit apricotolie in, shea butter. En dat zorgt er natuurlijk voor dat de lippen heel erg verzorgd worden. Na gebruik van de scrub voelde mijn lippen ook heel erg lekker zacht aan. En moet wel zeggen, hij trekt heel snel in. Dus ik heb bijvoorbeeld gedaan voordat ik ging slapen. En ik ben iemand die valt niet meteen in slaap als hij in bed ligt. Dus toen voelde ik op een gegeven moment al wel dat hij heel snel indroogde. Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon overdag doen en er later afhalen. Of bijvoorbeeld weer een lipolie of lippenbalsem overheen aanbrengen. Maar ik moet zeggen, mijn lippen die voelden echt wel heel lekker zacht aan na gebruik van de lip scrub. Hou ik hem nou verkeerd om? Nee, volgens mij niet. Dus dat vond ik wel echt super fijn. Dan heb ik van Essence de All About Blur Even Skin Balm. En dat is deze. Dit is dus een balsem voor het gezicht. En die zou ervoor zorgen dat fijne lijntjes zouden verminderen en poriën ook. En hij zou ook zeg maar een heel glad effect op de huid creëren. Hij heeft eigenlijk een vrij kleine opening. Deze ruikt ook weer zo super lekker. Ik kan hier de geur echt niet van thuis brengen. Nou, doe eens. Dit is de opening. Ja, het ruikt zo fantastisch lekker. Het is verder een transparante balsem. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb een heel klein beetje aangebracht op mijn hand. Maar ik denk niet eens dat je dit heel goed gaat zien. Kijk. Zo ziet hij, hij zit hier, maar dat zie je niet omdat hij dus transparant is. Het is een hele fijne balsem die heel fijn aanvoelt op het gezicht. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik zag niet eigenlijk echt dat mijn fijne lijntjes verminderd werden. Nou heb ik er gelukkig ook nog niet zo heel erg veel, maar ja, zodra je ouder wordt begint het natuurlijk wel. Mijn poriën die werden ook niet kleiner, die zag je echt nog wel. Maar ik weet ook niet hoe lang hiervoor staat voordat dit effect zou... gecreëerd worden, want dat wordt eigenlijk niet weergegeven. Het is niet na een paar keer gebruikt dat je het in ieder geval al ziet, is mijn mening. Wel dus een heel glad gezicht en het voelt wel heel verzorgd ook aan. Dus daarom vond ik hem wel heel fijn. En wie weet dat als ik hem langer gebruik, dat ik dan ook echt wel verschil ga zien. Dat ik denk, hé, het doet echt wel wat. Maar voor nu zag ik van die fijne lijntjes en poriën nog niet echt verschil. Maar ja, net wat ik zeg, ik weet niet hoe lang daarvoor staat. En dat staat ook niet op de website van Essence vermeld, dus dat is jammer. Dan heb ik een Full & Care Volume Balm Mascara van de Kruidvat. En dat is deze. Dit is ook wel zo'n... Hij heeft een beetje moeite met scherpstellen vandaag, merk ik al. Het is dus een mascara die zowel je wimpers kleurt, maar ook verzorging biedt. En hier staat ook meer informatie op. En die ga ik eventjes ook aan jullie vertellen. Maar daar moet ik toch even die zaklamp voor hebben, want het is allemaal zo klein. Deze mascara heeft de naam 010 Mineral Black gekregen. Het is dus eigenlijk een balsem mascara. Je zou hier volumieuze wimpers van krijgen. En daarnaast worden ook de wimpers meteen verzorgd. Even kijken hoor, wat zit er dan in? Dat staat er dus niet op. Dus het staat niet in wat er nou verder op zit.
aan zit. Maar wat ik heel fijn vind aan deze mascara, hij maakt je wimpers ook niet hard. Heel vaak mascara's die maken je wimpers hard. Kijk, ik vind de verpakking ook heel grappig. Want kijk, ik druk hierop en dan gaat hij open. Het is een borsteltje waar ik zelf heel blij van word. Want dit is hem. En je ruikt wel pure mascara geur. Dus dat, dat ruik je wel gewoon. Maar ik merkte echt gewoon dat mijn wimpers, die zagen er echt heel erg mooi uit. Ook echt wel wat meer volume als wat ik normaal heb. En ik vond het dus heel fijn dat mijn wimpers hier niet knetterhard van worden. Want dat vind ik altijd een nadeel. Dat je van die knijterharde wimpers krijgt soms van mascara. En wat ik dan wel heel erg fijn vind ook van deze mascara, is dat hij ook heel makkelijk te verwijderen is. Omdat hij dus inderdaad niet zo hard wordt. Dus je hoeft niet heel hard te boenen om hem eraf te halen. Dus ja, daar ben ik ook echt wel heel erg enthousiast over. Over deze. Het volgende wat ik heb is de Lifter Plump Plumping Lip Gloss. En dat is deze van Maybelline. Het is dus een lipgloss. En er zit een waarschuwing bij, want hij is heel warm. Hij maakt je lippen echt onwijs warm. Er zit ook menthol in, dat ruik je ook echt wel. En er zit dus iets van een chilipepertje in. Dat staat er ook op. En dat zorgt er dus voor dat dat extract, hè, dat staat er ook bij. Chilipeper pigment. En dat zit er dus in. En daardoor voelen, als je hem net hebt aangebracht, voelen je lippen helemaal verwarmd aan. Je hebt de hele tijd het gevoel dat je wil blazen. Ik moet wel zeggen, na even gedragen te hebben, neemt het wel af. Maar hij zou je lippen dus ook voller maken. Nou, ik zie heel licht dat mijn lippen er iets voller van worden. Het is niet heel erg aanwezig. Hij heeft een vrij grote applicator en dan ruik je heel erg de menthol. Dus dit is de applicator wat eigenlijk, ja, je vaak wel ziet. Maar ik vond het kleurtje wel heel erg leuk. Hij heeft een kleurnaam gekregen. Die staat hier niet op vermeld. Die zal ik even in beeld neerzetten. Want die weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Maar ja, die verpakking was een beetje lastig. Dat klopt. Kijk, dit is het kleurtje. En ja, ik vond dat wel heel erg leuk. Maar als je echt gevoelige lippen hebt, is dit geen product om aan te raden. Want het is dan echt wel verschrikkelijk dat je lippen heel erg warm worden. En niet iedereen houdt daarvan, wat ik ook goed kan begrijpen. Maar ik vond hem toch wel, de kleur vond ik heel erg leuk. En ik zag dus toch wel een licht plumping effect. Daarom vond ik hem toch wel fijn. Alleen je moet eerst even wennen met aanbrengen dat je dus echt een hele hittebron over je lippen heen krijgt. Dus dat is deze. Dan heb ik van Essence de Slim Sticks. En dit zijn long-lasting lipsticks die beloven tot 6 uur te blijven zitten. En dat zijn deze twee. Kijk, ik heb ze in de kleuren 108 Nice Spice. En dat is deze. Ik zal hem zo even goed laten zien hoor, met de kleur. En dit is dan de 201 Sweet Copper. Dit is gewoon een stick. Hij belooft tot 6 uur te blijven zitten. En hij heeft dus een satijnen finish. Hij loopt dus een beetje schuin af. Dus hij ziet er zo uit. Kijk, dit is hem dan. En op zich wel heel erg leuk. En hij brengt ook makkelijk aan. Hij voelt ook goed aan op de lippen. Hij blijft ook echt wel mooi zitten. En dit is dan die andere kleur. Die zal ik ook even laten zien. Ik moet wel zeggen, zodra je gaat eten en drinken, vervaagt hij wel iets. Dus je moet hem wel een beetje bijwerken. Die ziet er dan zo uit. Dus ook echt wel een heel erg leuk kleurtje. Ik vond eigenlijk toen ik ze op mijn lippen droeg, alleen dat ze wel heel erg veel op elkaar leken. Toen zag ik het verschil niet zo. Maar met zwartjes zie je dat weer wel veel beter. Want dit zijn ze. Maar je ziet inderdaad wel dat de kleuren niet heel veel van elkaar verschillen. Dat is misschien een beetje jammer dat ik net twee kleuren heb gekocht die een beetje op elkaar leken. Maar dan, omdat je dan kijkt zeg maar naar deze streep, deze kleur, streepjes die op de verpakking staan. En dan denk je van ja, dat zegt dan ook niet alles. Maar op zich, het zijn wel hele fijne lipsticks. Dus ja, ook zeker wel, wel fijn dat ze goed blijven zitten. En ik vond ze er heel erg mooi uitzien. Brengt wel iets lastiger aan hoor, als het zo schuin afloopt. Maar met een beetje oefening lukt dat ook wel weer goed. Dan heb ik van Kruidvat het Roses Like This oogschaduw paletten. Dit is zo'n klein oogschaduw paletje met zowel zachte matte als parelmoer metallic tinten. En dat vond ik wel heel erg leuk. Het zijn romantisch roze tinten. En ja, ik vond het wel een leuk paletje. Zo zien de kleuren er dan uit. Je ziet hier bijvoorbeeld, dit zijn nu wat metallic tinten en dit wat matte tinten.
Ik vond wel dat je hier leuke ooghoeks mee kunt maken. Het moet wel een paletje zijn qua kleuren wat bij je past. Niet iedereen vindt het even prettig. Dit zijn de swatches. Die er echt wel heel erg mooi uitzien. Maar ik vond het verder wel een heel erg fijn paletje. De kleuren blenden mooi uit. Ze zijn goed op te bouwen. Het brengt ook makkelijk aan. Dus dat vond ik wel heel erg fijn. Het zijn ook wat compactere paletjes die makkelijker zijn om mee te nemen als je dit nodig hebt. Dus ja, ik werd er wel heel erg blij van. Dus ik vond het wel een heel mooi paletje. Maar ze hebben ook diverse andere tinten. Dus vaak zit er wel een tint bij die je misschien leuker vindt als dit niet zo je kleuren zijn. Maar ik vond hem wel heel fijn. Dan heb ik van Essence een aantal producten uit een trendeditie. Dit was namelijk In de Bloemlight. Ik heb hier een uitgebreide video over opgenomen, maar ik loop toch nog even de producten die ik fijn vond langs. Ik heb allereerst hier de blush lighter, dat is deze. Dit is de 01 Made of Stardust. En dit is een hele mooie eigenlijk blush met een light glow erin. Maar ik moet zeggen dat ik die op mijn gezicht niet heel erg mooi goed terugzag. Ik vind wel dat die er heel erg mooi uitziet met dat patroon erin. Dus dat is wel echt top. Maar ik zag niet zeg maar die glow echt terug op mijn gezicht, wat ik op zich niet heel erg vind. Maar je ziet hem met de swatch wel best wel goed. Kijk, dan zie je echt dat hij een mooie glow heeft. Maar die zag je dus helaas niet zo mooi terugkomen op het gezicht. Net wat ik zeg, ik vond het niet heel erg, want ik gebruik zelf ook altijd highlighter. Maar ja, als je echt van hoopt dat je zo'n glow goed ziet, dat viel een beetje tegen. Maar de kleur is verder wel heel mooi. Ook uit die collectie heb ik de lip liner en dat is deze. Die vond ik ook echt heel erg fijn. Het is zo'n lip liner. Hij heeft ook een naam gekregen. Die zal ik wederom wel weer even in beeld nu zetten. Want het is allemaal paars op paars wat ik niet lezen kan. Dit is zo'n lip liner die je gewoon omhoog kunt draaien. En daar hou ik zelf wel van. Waardoor ze wat romiger zijn. Het is een hele mooie lip liner. Waarmee je je lippen dus heel erg mooi mee kunt contouren eigenlijk. Je kunt zout er ook mee in kunnen kleuren. Maar dat is niet nodig. Want er zijn dus bijpassende lipproducten bij. Ze hebben dan een hele mooie lipstick hierbij. Kijk, dat is deze. Ik ben er niet helemaal blij mee hoe mijn camera vandaag met zijn scherpstelling bezig is. Ja, deze heeft ook een naam gekregen, maar het is allemaal zo donker, waardoor het lezen zo moeilijk wordt. En dat is wel lastig soms. 01 Kisses at Midnight heeft hij de naam van gekregen. En het heeft een hele mooie patroon ook, deze lipstick. Kijk, hele mooie aan de zijkanten ziet het er heel erg mooi uit. Hij oogt wat donker, dus dat moet wel je kleur zijn. Ik snap dat niet iedereen hiervan houdt, maar hij matcht dus heel erg mooi met die lip liner. En er is dan ook nog een hele mooie lipgloss en dat is deze. Hij is een beetje licht roze. Deze heeft de naam 01 Moonlight Glow gekregen. Het is dus een shiny lipgloss met een heel basic applicatie. En hij ruikt ook heel erg lekker. Je kunt hem dus nog weer over die lipstick stick heen aanbrengen. Maar dan krijg je dus wel een glow lipstick. Maar je kunt hem ook los gebruiken. Dan heb ik ze hier even op een rijtje geswatcht. Lip liner, lipstick en lipgloss. Ik vond het zelf heel erg leuk dat je de producten zo goed met elkaar kon combineren. Waar ik ook heel erg blij van werd is de scrunchie die nu onder de haren zit. Maar dat is een velvet scrunchie met hele leuke, ja, een soort van, ja, hij zit een beetje in de knoop. Hij zit niet helemaal goed meer. Maar dan heb je zeg maar een soort van leuke, ja, soort oortjes effect. Hij moet hier dus ook doorheen volgens mij. Nou, volgens mij heb ik hem gewoon helemaal in de knoop zitten. Dus dan moet ik even uit de knoop halen. Maar het is gewoon een hele leuke scrunchie. En ik werd ook wel heel erg blij van de eyeliner uit die collectie. En dat is deze. Deze heeft de naam 01. Bloom in the Dark gekregen. Blooming in the Dark. En die heeft een heel fijn kwastje. Kijk, hij is best wel compact. En daar kun je dus een hele mooie eyeliner mee zetten. Die paars is. En daar moet je wel van houden. Maar ik vond het echt wel heel erg mooi staan bij een ooglook. Een paarse eyeliner. Ik vind het ook wel leuk eens een keertje wat anders. En die ziet er dan zo uit. Dus daar werd ik ook wel heel erg blij van, moet ik zeggen.
Dan heb ik twee liquid blushes van Catrice. En dit zijn de Blush Affair liquid blushes. Dat zijn deze. Ik heb ze in de kleuren 040 Velvet Rose. Dat is deze. En ze hebben dus gewoon eigenlijk zo'n opening waar de blush uitkomt. Je moet deze goed schudden voor gebruik, anders zijn ze waterig. Dus ik ga hem zo aanbrengen, maar dan moet ik hem eerst even goed schudden. Want anders dan krijg je een hele waterlijn en kunnen jullie de kleur niet zo mooi zien. Je moet niet heel hard knijpen, want anders komt er echt een overload aan blush uit. En ik heb hem ook in de 020 Pink Feelings. En dat is deze. Je hebt echt heel weinig nodig van deze blushes. Je brengt ze gewoon aan op je gezicht en kunt ze daarna gewoon uitblenden. Ik vond wel dat deze overheerste qua kleur best wel als je te veel gebruikt. En deze, die lichte kleur, die vond ik vrij natuurlijk eruit zien. Kijk, en dan ga je... Oh, hij wordt al een beetje waterig. Kijk, en dan zijn dit de kleuren. Maar als je echt heel goed schudt, komt er echt een goede substantie uit. Dus het zijn hele fijne blushes. Je moet wel van liquid blushes houden. Niet iedereen houdt ervan, maar ik kan er tegenwoordig wel goed mee werken. En daarom word ik er ook wel blij van. Dus dat is deze. Zijn deze twee ook echt hele leuke producten. Dan heb ik een aantal nagellakjes van Essence. Deze komen uit de Hide and Jungle lijn. Dit zijn effect nagellakjes. Deze heeft een iridescent effect. Dan moet ik wel gelijk zeggen, dit is ook het lakje die het minst goed bleef zitten. Deze chipte heel erg snel. Dit is de 02 Misty Shadows. Het zijn wel hele leuke lakjes hoor, met leuke effecten. Ik zal even van deze het kwastje ook laten zien. Dan weet je ook even hoe dat eruit ziet. Kijk, die ziet er dan zo uit. Het is eigenlijk een heel basic kwastje. Je kunt je nagels er heel erg goed mee lakken. Maar net wat ik zeg, deze kleur chipte heel snel. Ik vond de kleur wel heel erg leuk, maar deze werd best wel snel lelijk. Dat was dan net even jammer dat deze kleur was. Dan heb ik hier bijvoorbeeld eentje. Dit is een glitter effect. Die bleven echt super goed en lang zitten. Die chipte ook bijna niet. Dit is de 05 Forbidden Berry. Heel leuk kleurtje. Dan heb ik hier een metallic effect. Die bleef ook super goed zitten. Dit is de 06 Magical Emerald. Die bleef ook super goed op zijn plek zitten. Dus daar werd ik ook wel heel erg blij van. Vond ik ook echt een super leuk kleurtje. Want het zijn weer eens wat andere kleurtjes die je leert kennen. Nog een glitter effect lakje met de naam 04 Pink Mystery. Bleef ook super mooi zitten. Ik vond de dekking ook eigenlijk wel prima. Sommige zijn wat lichter van kleur. Maar de dekking is wel heel erg goed. Dan heb ik hier ook weer een iridescent effect. En deze bleef dan wel goed zitten. Dit is een wat lichter kleurtje. En die bleef dan wel eigenlijk heel goed zitten. Met de naam 03 Golden Hour. Er zit een soort van gouden gloed in. Ook heel leuk. En dan heb ik nog een glitterlakje. En dit is de 01 Secret Gem. Je zou denken dat ik hem nu draag, maar dit is een ander lakje hoor. Maar dit is een beetje een gouden, dus ook wel leuker voor de feestdagen. Blijft dus heel goed zitten, dus dat vond ik echt heel erg fijn. Dan heb ik nog een product voor de wenkbrauwen. Dat is de All-in-One Brow Perfector van Catrice. Ik had de eerste al gesloopt, dus ik heb inmiddels een nieuwe moeten kopen. Je krijgt hierbij een spoelie waarmee je de wenkbrauwen kunt doorkammen. Dit is trouwens de 020 Medium Brown. Dan hebben we dus hier zo, kijk, hier heb je dan poeder die je aan kunt brengen op je wenkbrauwen. Ik zal hem even swatchen, maar ik moet eventjes heel voorzichtig doen, want de vorige keer ging het daarmee mis. Hier zit dan de poeder in, maar toen ik hem dichtdraaide, toen het is niet goed gegaan en toen ging die kapot. En dan heb je aan de andere kant, kijk, heb je een stick waarmee je de wenkbrauwen kunt doen. Ik vond het echt een heel fijn product. Ik vond het er heel erg mooi uitzien. Ze hebben verschillende kleuren, dus heel veel kleuren passen echt wel bij je ogen. Ik werd hier wel heel erg blij van. Dan zijn dit de swatches. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Dit is de poeder en dit is de stick. Dus het ziet er heel goed uit. En je kunt ze bijvoorbeeld eerst de stick doen en daarna de poeder of het los van elkaar gebruiken. Net wat je zelf wil. Want ik vond de kleuren ook nog best wel een soort van neutraal voor de wat donkerdere kleur. Dus daar werd ik ook wel heel erg blij van. Dan heb ik nog een oogschaduwpalette uit de Harley
Queen collectie van Essence. Ik had deze voor echt 2 euro gekocht. Dus ik vond het wel een leuk palet. Dit was uit zo'n trendeditie. Er zit ook een leuke spiegel in aan de binnenkant. Met paal staat erbij. En dan zijn dit de kleuren. Het zijn wat blauwe tinten. Ze hadden ook een roze. Maar die was op dat moment al uitverkocht. En dan zijn dit de tinten. Hier heb je ook weer wat shimmerkleuren en wat matte kleuren. En je hebt hier zelfs een kleur die is een soort van dubbel. Het is een heel leuk palet, moet ik zeggen. Waar je echt wel leuke looks mee kunt maken. Ja, ik zeg er altijd wel bij. Het moeten weer kleuren zijn die je aanspreekt. Want ik weet dat niet iedereen dit even leuk vindt. Even aan het kijken wat mijn kat ondertussen aan het doen is. Ja, kom maar even erbij. Dat is wel gezellig. Dit zijn dan de swatches. Ze lijken niet zo heel erg intens, maar ze zijn echt wel heel erg mooi. De kleuren zijn ook goed op te bouwen. Dus ik vond het toch voor die lage prijs die ik er nu voor betaald heb wel een heel erg leuk palet. Zou ik die andere nog voor een laag prijsje kunnen scoren, zou ik hem ook zeker willen hebben. Want ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Dus ik werd er wel heel erg blij van. Wel een heel leuk palet om ook weer toe te voegen. Dan heb ik nog een heel erg leuk cadeausetje met een geurtje erin van Zwitsal. Ik kocht deze bij de Weekamp voor geloof ik 10 euro of zo. En dan krijg je dus een heel leuk blik en er zit dus het geurtje in van Zwitsal. En kijk, je krijgt een best wel groot doosje, het 95 ml in. Ja, bij Zwitsal denk je natuurlijk altijd gelijk aan de spulletjes voor babytjes. Maar ze hebben dus ook een hele lijn voor volwassenen met deodorant, douchemousse. En body mist en dus ook een geurtje. En ik heb zo de body mist, dus het is ook heel erg fijn om deze met elkaar te combineren. En dat is hem dan. Dit is het flesje. En ja, je ruikt gelijk die geur van Zwitserland. Het is gewoon eigenlijk een vrij zacht eau de toilette. En hij ruikt gewoon, het is ook eau de Zwitserland heet het. Het ruikt echt super lekker. En ja, waardoor je gewoon eigenlijk een beetje het gevoel krijgt van Zwitserland. En ze hebben hem regelmatig in de aanbieding ook bij de Weekamp. Dus zou je deze willen hebben, dan krijg je dus ook nog zo'n leuk blik bij. Waar je dus weer dingetjes in kunt doen. Je kunt trouwens de blik van, zijn verschillende van die blikken. Je kunt geen eentje kiezen. Je krijgt het gewoon in opgestuurd. Maar het is wel een heel erg lekker geurtje die niet overdreven is, maar wel lekker, vind ik. Je mag het trouwens niet gebruiken op kinderen. Dat staat er heel duidelijk bij. Want je denkt, het is Zwitserse geur. Maar voor kinderen mag het dus niet gebruikt worden. Maar wel heel lekker. En het laatste wat ik dan heb is het Peony Eyeshadow Palette van Max & More. Maar daar had ik ook al een video over gemaakt. En dat is deze. Het is een heel erg mooi palette met 21 kleuren die je zowel nat en droog kunt gebruiken. En je kunt er dus eigenlijk hele mooie dagelijkse looks mee maken, maar ook wel avondlooks. In deze zit dan nog een spiegel en dan zitten er ook hele mooie roosjes in geperst. En dat is wel handig, want dan kun je zien dat het matte kleuren zijn in de roosjes. En er zitten shimmerkleuren in en volgens mij metallic tinten. Ik moet zeggen, sommige kleuren hadden een beetje moeite met opbouwen. Ik zag dat bijvoorbeeld heel erg terug bij een van de lichtere kleuren. En toen dacht ik later, toen deed ik eigenlijk zo'n kleurtje deed ik met mijn vingers. En toen ging het eigenlijk super goed. Ik heb nu even wat andere kleuren gepakt voor de swatch. Even hier en daar een beetje mijn vingers schoonmaken, waardoor ik de boel ondersmeer. Zo ziet het er dan uit. Dit zijn de wat donkere kleuren, hier de lichtere kleuren. Maar die kun je dus beter gewoon opbouwen. Net wat ik zeg, die matte kleuren gingen eigenlijk met mijn vinger nog veel beter. Maar ik vind het wel weer een prachtig palet die er heel mooi uitziet. En ik ben er wel heel blij mee. Dus ja, daar was ik ook wel echt heel erg enthousiast over. Dus ja, blij dat ik weer mijn stash kan gaan toevoegen en hem lekker kan gaan gebruiken. Dan waren dit mijn favoriete producten van oktober. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste product vond wat ik heb laten zien. Misschien vond je niks leuk, dat kan ook. Want ja, verschillen natuurlijk allemaal van mening. Misschien is er een product bij waar je zelf nog wel nieuwsgierig naar bent geworden die je zou willen proberen. Of heb je misschien als een van deze producten geprobeerd en vond jij het ook fijn of totaal niet? Als je daarover iets wilt delen in de comments, doe het gerust, want ik vind het altijd wel leuk om te lezen. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!